Werkgevers mogen geen maatregelen treffen tegen werknemers die laat aan het werk komen door filevorming vanwege sluiting van de brug over de Van het Hogeruisstraat. Dit vertelde minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken aan journalisten voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsman stelt dat er afspraken zijn gemaakt met de organisaties. De bedrijven zijn goede afspraken gemaakt en ik denk dat de bedrijven ook hun ondernemers heel goed hebben geïnformeerd hoe ze aan het werk moeten komen, hoe vroeg, hoe laat. Dus ik doe ook een beroep op de bedrijven om de komende maanden een beetje flexibel te zijn. Laten we eerlijk zijn. Ook op de overheid en alle particuliere bedrijven, want ik denk heel veel mensen werken bij de overheid, maar misschien ook bij grote bedrijven als, ik zeg maar wat, Palani, Surmac, hotels. Dat die ook wat flexibel zijn en goede afspraken maken. Niet dat je die uren gaat weghalen van de mensen. Want dit is een opoffering die we met z'n allen moeten brengen. Met de bedrijven zijn goede afspraken gemaakt, dat kan ik in ieder geval zeggen. Maar in ieder geval zeker de burgers die werken, aan het werk moeten komen, dat we wat flexibel zijn en rekening houden met dit project. Noor Mohammed geeft aan dat mensen toch rijden naar centrale plekken ondanks ze duidelijke aanwijzingen kregen. Hij meent dat de drukte in de loop van de week minder zal zijn. Voorlopig blijkt alleen dat tot nu de files bij de brug alleen nog zijn. Dat heeft te maken dat mensen, dus al geven de informatie, men rijdt toch naar centraal. Begrijpt u? Dus het is even wennen, maar morgen weet iedereen zijn route al, om het zo te zeggen. Morgen gaat het makkelijker gaan en over een paar dagen nog makkelijker gaan. Maar daarvoor zijn er ook wat verkeersoplossingen waaraan men gaat werken. Bijvoorbeeld een paar bypasses openen. Toch, dat soort dingen. Maar het is logisch dat in het begin, omdat iedereen gewend is naar het midden te gaan. Dat is logisch en dat is ook gebeurd. De bewindsman geeft aan dat de politie oplossingen heeft bedacht voor de ontstane verkeerssituatie. Hij zegt dat ook geluisterd zal worden naar wat het volk als alternatieve uitvalswegen kan gebruiken om de files te voorkomen.